Zo, nou, wat gaan we vandaag doen, Emma? Er is helemaal niks om te doen. Nee, inderdaad. Wat kunnen we nou doen? Nou ja, even kijken. Het zwembad, daar kunnen we op zich wel in. Jongens, waarom ga je niet leuk naar buiten? Of doen we gewoon een leuke challenge? Ja, maar mam, welke challenge? We hebben alle challenges al bijna gedaan. Ja, en waar is Jillian eigenlijk? Misschien kunnen we met hem spelen. Ja, ik heb geen idee. Volgens mij zit hij boven in zijn kamer. Je kunt aan hem vragen wat hij gaat doen. Oh, hij zit ook niet op de bank. Dan zit hij vast en zeker in zijn kamer. Oh ja, nou ja. Het is wel jammer. Ik weet niet wat we kunnen doen. Ja, ik heb ook geen idee, jongens. Wil je misschien ergens heen? Geen idee, mam. Ik denk het niet. Laten we ergens anders heen gaan. Nou, even kijken. Nou, mam, maak je maar geen zorgen. We gaan gewoon met Julian praten. Kijk wat hij wil doen. Zo, nou, even kijken. Waar is Julian nou? Nou, geen idee. Zullen we met poppen spelen of zo? Of zullen we een video kijken? Ja, ik weet echt niet wat we kunnen doen. Ik verveel me echt super erg. Ja, na die laatste prank kunnen we zeker ook geen prank uithalen. Ja, inderdaad. Laten we kijken wat jullie al aan het doen is. Ik heb hem helemaal niet gehoord vandaag. Ach, nou ja, in ieder geval blijf ik dan maar gewoon hier zitten. Ja, nou, misschien kunnen we in de auto gaan zitten. Kijk eens, de auto is hier. Misschien kunnen we hier een challenge in doen. Misschien een 24 uur in de auto challenge? Nou ja, in ieder geval, dat is wel een goed idee. Dat kunnen we toch wel gewoon doen. Nou, even kijken. Waar is Emma? Hanna, ben je weer terug? Nou ja, even kijken, wat kan ik allemaal doen? Pap, hey, ben je al thuis? Hey, Hanna, wat is er? Waarom zit je buiten? Waarom ben je niet binnen? Nou, ik vroeg me af of we een challenge konden doen in de auto. 24 uur in de auto, is dat een goed idee? Oh, wauw. 24 uur in de auto, dan moet ik al mijn spulletjes meenemen. Oh, ja, nou, we kunnen ook ergens heen gaan hoor, jongens, als jullie dat willen. Dat is toch veel leuker? Nou ja, 24 uur in de auto klinkt ook wel leuk. Dat lijkt me wel een hele leuke challenge. Ja, inderdaad. Kunnen we dat doen, pap? Kan je alsjeblieft de sleutel geven? Ja, ik heb geen idee. Nou ja, we kunnen wel dat doen, maar we kunnen ook ergens heen misschien. Nou ja, ik kan jullie wel de sleutels geven, maar het is wel een beetje gevaarlijk. Nee, joh, pap, helemaal niet. We zijn toch in de buurt van huis? Nou ja, in ieder geval niks doen met de auto, alsjeblieft. Ja, nou, even kijken. Hier is de auto. Nou, dan kun je hier zo in zitten. Nou, blijf er maar dan in zitten, oké? En niks raars doen. En als er iets is, gewoon even naar binnen roepen. Oké, wauw. Dan kunnen we gewoon hier in de auto onze challenge doen. Nou ja, in ieder geval ga ik hier zitten. Maar ik vind het wel eng voor het wiel. Ja, nou, ik blijf gewoon hier liggen. Zo, nou ja, ik ga even kijken. Misschien heb ik hier iets in mijn koffer. Oh, je hebt ook je hele koffer meegenomen, of niet? Nou, even kijken of alles goed gaat met de kinderen. Ik hoop het wel. Hallo, jongens, is alles oké? Nou, het ziet er oké uit. Gelukkig kan ik alles zien. Nou ja, in ieder geval is alles oké, toch? Dus dan kan ik gewoon zo verder gaan. Nou, wat zijn hun daar nou aan het doen? Huh? Ze zitten gewoon in de auto. Waarom zouden ze in de auto zitten? Zonder reden. Ze gaan nergens heen. Man, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik ben één nacht niet thuis en ze vervelen zich al. Julian, kom je ook meedoen met de 24 uur in de auto challenge? 24 uur in de auto? Nee, joh, dat hoef ik niet. Waarom doen jullie dat nou? Vervelen jullie zo erg? Ja, het is hartstikke leuk. Julian, je moet er ook bij komen. Nou ja. Ik weet het niet hoor. Ik hoef niet per se in de auto te zitten met jullie twee. Dat wil ik echt niet. Nou ja, probeer het nou gewoon. Het is toch hartstikke leuk. Dat kunnen we toch doen? Ja, ik weet het niet hoor. Ik ga alleen gewoon naar binnen en wat lekker zitten.
Maar dit is wel leuk. Ik kan misschien wel een prank met een auto halen als we toch de hele dag in de auto zitten. Nou, Julian wil niet meedoen, dat is jammer. Ja, nou ja, laten we gewoon hier zitten. Ja, nou, even kijken. Ik kan zo makkelijk een prank uithalen hier. Wat zal ik doen? Gewoon alles inspreken of zo? Ik kan hier rare geluiden maken, bijvoorbeeld de radio. Wie weet worden ze gek van en dan moet ze uit de auto. Hè? Hoor jij dat ook, Emma? Volgens mij hoor ik muziek afspelen. Hè? Ja, waar komt dat vandaan? En dat is echt een heel stom liedje. Oh, wauw, ze horen het volgens mij. Nou, ik moet snel weggaan. Ze kunnen toch niet uit de auto komen. Hè? Wie is dat aan het doen? Is het Julian? Och, zit hij ons weer te saboteren? Ja, nou ja, ik probeer het wel. Wat kan ik nog meer doen? Hoe kan ik ze nog meer saboteren? Ach, Julian, kom nou of naar binnen of ga gewoon weg. Nou ja, even kijken. Wat kan ik nog meer doen? Waar is hij nou heen gegaan? Hij was toch net hier? Nou, even kijken. Hallo, Emma. Hallo, Hanna. Hallo, test 1, 2, 3. Kom uit de auto. Wat? Waarom doe je zo vervelend, Julian? Ik kan het niet volhouden zo. Ach man, ik hoor zoveel geschreeuw buiten. Ik hoop dat alles goed gaat met ze. Nou ja, het is niet mijn probleem. Ik ga gewoon slapen. Nou ja, Julian, hou maar op. We zijn hier rustig aan het spelen. Hè? Hij is weer weg. Waar is hij nou nu weer heen? Nou ja, ik ga kijken. Wat kan ik nog meer doen? Nou, nu is het weer rustig. Misschien kunnen we nu even gaan slapen. Ja, inderdaad. Wauw, dit ligt wel heel fijn. Ja, kijk eens lekker. Ik ga water hierin gooien. Kijken of ze dat leuk vinden. Nou ja, ze komen er zo wel achter, toch? Man, ik ben helemaal nat. Wat is dit? Hè? Huh? Wat is er gebeurd? Ik ben ook... Wat is dit? Waar komt al dit water vandaan? Nou, laat ik even kijken. Misschien kan ik dit nog gebruiken. Zo, als ik dit erin gooi, dan zijn ze vast helemaal klaar mee. Julian, hou nou op. Wat ben je aan het doen? Ik wist dat jij het was. Oké, nu moet het ophouden. Hé, wat zijn ze aan het doen? Hè? Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Kom onmiddellijk uit de auto. Ach, mijn pap, kijk wat Julian heeft gedaan. Julian, heb jij dat gedaan? Waarom heb je dat in godsnaam gedaan? Ach, ik kan het niet geloven. We hebben allebei verloren. Nou ja, ik wist toch dat het een stomme challenge was. Waarom waren jullie dat überhaupt aan het doen? Ach man, en mijn auto. Je hebt mijn auto helemaal vies gemaakt. Julian, ik kan het niet geloven. Ja, pap, kan je hem alsjeblieft straf geven? We waren zo rustig aan het spelen. Ik kan het geloven dat hij dat zomaar heeft gedaan.